wel met geld. Ja. Kom hier. Zwart geld dan, hè? Nee, wit. Dan moet je maar wit. Nee, maar je moet alleen maar zwart geld, man. Clubs liggen onder vuur. No Surrender vormt daarop geen uitzondering. Kopstuk en het gezicht is de 53-jarige Henk Kuipers. Wij vroegen en kregen toestemming hem een half jaar te volgen. Zowel privé, maar ook als bikkelharde leider van de volgens justitie meest criminele motoclub van ons land. Ik laat even bijkleuren voor de wildernaar, hè. O, dat ziet niemand. Je hebt een helm op. Ja, maar als je de helm af en toe staat, dan hebben we net... Zo goed als jij naar de kapper gaat, ga ik af en toe hier naartoe. Ik heb mijn handen laten tatoeëren in mijn hoofd sinds dat ik in 2006 dat akelige proces inging van mijn visement. Maar toen kwam ik niet meer aan het werk als bodyguard. En toen dacht ik bij mezelf, nou ja, ik ben toch niet meer aan het werk kom als bodyguard. Dan doe ik mijn droom mijn hoofd laten tatoeëren in mijn handen. Maar waar ik echt trots op ben is met tattoos van Casey Vara. De teksten die man heeft uitgebracht, die spreken mij enorm aan. Bijvoorbeeld een tekst van... Ook al verlies ik, dat wil niet zeggen dat ik niet zou kunnen winnen. Heb je veel verloren in je leven? Materieel wel. En natuurlijk mijn ouders en mijn broer en zus, die heb ik verloren. En mijn beste vriend is vermoord, dus ja, dan draai ik wel heel wat dingen verloren. Wat kost een lidmaatschap eigenlijk? Bij ons 50 euro in de maand. En klopt het dat van die 50 euro 6 euro gaat naar juridische ondersteuning? Ja, zo, niet juridische. De 6 euro die weggaan daarvan, of die erbij opgelegd worden. Dan gaan 5 euro gaan naar een pot toe, waardoor de nationals goed kunnen bewegen en wereldwijd kunnen acteren. En dan gaat een euro voor jongens die vastzitten, ja, die juridische ondersteuning krijgen of thuisgrond ondersteund worden. Het beleid van justitie, hè, zeg maar, om het jullie zo lastig mogelijk te maken. Trekt dat nou ook apothekers en tandarts aan? Hebben jullie advocaten bij de club? Dokters? Nee, hebben we niet bij de club. Nee. Wat voor beroepsgroepen voelen zich aangetrokken? Wat doet men? Nou, van alles. Stukken door. Tot en met timmermannen, tot en met schilders. Tot en maar toch de ZZP'er of de vrije jongens? Ja, vaak ZZP'er. Vaak vrije jongens, dat klopt. Maar de jongens waren al vrij dus voordat ze bij de mannenclub waren. Die wou al niet onder een baas werken. Dus ja, we hebben niet veel die bij een baas werken. Dat klopt. We zijn in België, net over de grens met Tilburg. Zo'n 150 leden van No Surrender zijn deze zomerse dinsdagavond bijeengekomen voor de wekelijkse clubavond. Captain Henk is vanuit Emmen ook die kant opgereden, evenals de twee andere world captains van de motorclub. Even bijkletsen met de broeders, zeg maar. Ja, we zitten vanavond in Poppel in België, clubhuis van ons. En daar hebben we elke week de clubavond. Eigenlijk van onder de rivier in Amsterdam, zeg ik altijd. Even bijkletsen hoe het allemaal gaat in de wereld en in Nederland. En hoe gaat het in de wereld? Ja, momenteel gaat het eigenlijk heel goed met No Surrender. Na alle negatieve commotie zitten we in een positieve flow. Qua aantallen mensen, qua chaptersgroei. En we willen ook blijven laten zien dat we motorclub zijn. Want daar is ook niks mis mee. Want het is natuurlijk ook absurd dat je op je uiterlijk en op je jasje veroordeeld wordt als motorclub. We zijn niet de maatschappij ontwrichtend. Al vinden de mensen dat wel, maar die worden gestuurd vanuit de media, onder andere, maar ook vanuit justitie. Bij mijn werk weten ze het ook, dat ik voorman ben van de No Surrender. Tuurlijk weten ze dat. Ze zien me op tv, ze zien me in de krant, dus dat is bekend. Alleen het gaat om hoe vul je jouw functie daarmee in. Wat doe je voor werk? Ik ben GGZ-agoog. Sorry? GGZ-agoog. Ik werk binnen de psychiatrie. Er zit waarschijnlijk ook een collega de Telegraaf te lezen en die kijkt sowieso over die kant en zo, die Richard. Dat, Ja, en dan zeggen ze van, hey, kijk, op het moment als ze jou persoonlijk kennen, kijk, tuurlijk, dan kunnen ze gaan filteren. Ja. Maar op het moment als ze jou niet persoonlijk kennen, ja, dan is het al een en al subjectiviteit. Het clubhuis van Poppel stroomt langzaam vol. Velen zijn op de motor, maar een enkeling beweegt zich voort middels een heel ander vervoersmiddel. Dat is niet een alledaags beeld. Een No Surrender lid met een, ja... Een incomplete dwarslesie. Ik ben 3 jaar geleden ben ik van het dak afgevallen. Toen heb ik een incomplete dwarslesie heb ik opgelopen. In het begin was ik vanaf mijn middel verlamd. Ik zat nog in een rolstoel. En toen heb ik eigenlijk Captain Henk heb ik een berichtje gestuurd. Ik zou het wel leuk vinden om een keer te komen kijken. Ja, dat was best. Ik was uitgenodigd. En de eerste keer dat ik hier kwam, dan zat ik in een rolstoel, zeg maar. Toen hij 2 jaar bij ons gekleed kwam, kon hij niet eens lopen. Kon hij helemaal niks. Nee. Zoveel positiviteit is gewoon met geen pen te beschrijven, zeg maar. Ik ga meer naar buiten. Ik ga meer, want ik sloot mij eerst echt van alles en iedereen af. No Surrender, zeggen ze. En het gaat nog verder, want je wil meedoen met de Paralympics. Ik wil in de toekomst wil ik wel meedoen bij de Paralympics. Ja. Daar wil ik wel voor trainen. En mede door de steun van mijn broeders is het mogelijk, zeg maar, dat ik toch nog stapjes kon lopen. Want nogmaals, ze gaven mij maar 1% de kans dat ik ooit nog kon lopen. Dus ik mag niet klagen. Het
wekelijkse samenzijn mag dan vooral ter vermaak zijn. Vanavond wordt ook gebruikt om de laatste puntjes op de i te zetten voor de allereerste World Run. Een massale motortocht ter gelegenheid van het vierjarig bestaan die komend weekend op het programma staat. Het belangrijkste is, jongens, en de meeste dus, dat de opkomst zaterdag perfect is. Hè? Dat is het belangrijkste. En mensen die echt niet anders hebben als een auto en die prospect zijn en een rijbewijs die naar het oude systeem vallen, rechtstreeks naar Meppen toe. Ik wil geen flauwekul, iedereen komt gewoon op een motor. Ja, de rijbewijs zeker komt op een motor. Of we zijn geen biljartverenigingen, we zijn een motorclub en dan gaan we ouders mee ten aanzien van ambulances, dat er wat uitvallers zijn voor de rest. Allemaal richting Meppen, up, daarheen, klaar. En zorg dat papieren in orde zijn, hè? Want ja, zo'n grote rit kan een controle komen. Hè? Vrijdag moet iedereen zijn rijbewijs, hè? Zijn kenteken, al in de zak hebben zitten. Okay. Dan kun je niet met flauwekul afkomen, ik heb het vergeten zaterdag. En om de pound erbij is geen gestolen motor, jongens. Hè? Dat wil nog goed voor de dag komen, denk ik. Ja, snap. Korte samenvatting van als je daar aankomt, 16 uur, dan om 18 uur is er barbecue. Er zijn twee halal barbecues, waar alleen halal vlees op gebarbecued wordt. En er zijn een stuk of 10 varkentjes aan spit met barbecues erbij. We eren onze overleden broeders om 11 uur. En daarna is de vuurwerkshow. Een vierjaar bestaan van onze chip. Dat is even het korte programma, ja? Als ik oude beelden terugkijk van No Surrender, dan valt het me op dat veel jongens inmiddels geen deel meer uitmaken van de club. Heb jij daar de hand in gehad? Nee, de meeste jongens hebben denk ik zelf de hand erin gehad. Ik denk dat de meeste jongens een te groot verwachtingspatroon hadden van een nieuwe club. Te veel jongens cowboy waren misschien. Te veel jongens niet geïnteresseerd waren in motorclub gebeuren. Maar waarom zouden ze dan toetreden tot de motorclub? Ja, dat is nieuw. Alles wat nieuw is, dat trekt mensen aan. En moet ik me bij cowboys voorstellen? Dat die jongens dachten dat het Wild West was in de motorwereld. En heb je het inmiddels op de rit? Of zeg je van op hoeveel procent zit je nu? Nou, ik denk op 90%. Je moet nog 10% de ruwe diamantjes nog even fijn slijpen, zeg ik altijd. Die nog niet gevallen zijn. Ruwe diamantjes fijn slijpen of rotte appels eruit gooien? Ook. Zijn jullie niet gewoon te snel gegroeid? En dat daardoor die screening misschien een beetje te wensen heeft overgelaten en destijds ook foute figuren heeft aangetrokken? Ja, nee, veel te snel gegroeid. Ja, ben ik eerlijk in. Oh, kom. Voor wij wel vieren dan. Kom voor de buik, Nico. Dat is de man met geld. Kom hier. Zwart geld dan, hè? Nee, wit. Dan moet je weg over. Nee, maar je moet alleen maar zwart geld, man. Neem een moment nou, hoor. Je moet je weg onder de grond. Top, laat een foto. Door dan naar Hogeveen, naar de dienst Domeinen. Henk heeft vandaag bericht gekregen dat hij zijn in beslag genomen motor weer mag komen ophalen. De Belastingdienst nam zijn grote liefde jaren geleden in beslag, maar dat was ten onrechte, zo oordeelde de rechtbank deze week. Tijd dus voor een hereniging. Accu kapot. Hij loopt niet meer. Maar hij is er wel. Is hij mooi of niet? Dit is echt, hè? Hoe voelt dit? Goed, Marry. Dit voor de mensen die hem afgepakt hebben onterecht. En dit is de ultieme droom van elke biker natuurlijk. Hè? Ja. Dit is porno, ja. Dit is het mooiste wat er is. Ja? Pas op. Ja. Hop, ga door. Doe maar. Hebben jullie €300? Dan schiet dat in voorkeur morgen voor mij weer. Voor die accu. Zijn we blij, Henk? Kom er maar bij met die mooie kar. En het allermooiste is de voldoening van de staat dat je wint. Snap je? Dus het kindje is weer thuis? Nog niet. We moeten nog goed thuis komen. We gaan rijden. Volgende week in Captain Henk zijn we aanwezig tijdens de eerste World Run en blijkt broederschap ver te gaan. Even respect en gewoon wat hij doet. Hij knokt voor ons. Er zijn er zelfs die gaan zover die zeggen, voor Henk zou ik een kogel opvangen. Ja, doe ik ook. Ik hou van Henk. Hij is mijn broeder. Hij is mijn broer. En ik geef mijn leven voor hem. Klaar.